We zitten hier met Matthäus Molhuizen, de winnaar van het 800 Bounty Event. Matthäus, je begon de dag als chipleader en uiteindelijk weet je de bal in het netje te tikken. Vertel, hoe was jouw dag? Ja, hij begon direct heel lekker. Nou moet ik je vertellen dat ik zoveel handen heb gespeeld. Normaal ben ik daar heel sterk om alles te onthouden. Maar ik begon met het was een pot bij de laatste 13 waar een jongen mij probeert te bluffen. En ik op de turn all-in jam met top pair. Vervolgens win ik ook nog de laatste chips van hem met een flip. Waardoor ik van 380 naar 7 ton ging. Of naar 6 ton. En zo begin ik ook als chipleader aan die finale tafel. Waar ik de Citra niet heel erg blij mee was. Maar oké, het kon sowieso het veld kon slechter. Want het kon een zwaarder veld overblijven. Dus op zich ja, was ik wel tevreden. En dan, ja, ik ben dan Farid Chatti, een van de gevaarlijkste spelers aan de finale tafel. Vrij snel bust is gewoon. Ik denk dat wel de sleutel is geweest tot het toernooi. Ja, ja, dat was een mooie hand van jou. Want Farid had de beste starthand die je maar kunt hebben. Pocket A's. Hij raakte ook nog zijn aasje op de turn volgens mij. Maar jij zat met 4-5 harten. Ja, klopt. Normaal denkt hij natuurlijk, ja, ik heb top set, rainbow, of nee, niet rainbow, lag gewoon een flushje op bord. Hoe ga ik hier het meeste van aanhalen? En toen hij de turn check race, wist ik wel dat hij een hele sterke hand had daar. Ik hoopte gewoon dat er niet een derde hart zou vallen, wat de actie eventueel zou kunnen bevriezen. Het gebeurde niet, maar ondanks dat had hij het nog erin gegooid met top set azen. En ja, het was gewoon voor hem een coole. En normaal wil ik wel eens 3 betten daar preflop tegen Under the Gun, maar aangezien ik met mijn image daar niet vaak respect ga krijgen, plus het feit dat we 60 blinden of zo, 50, 60 blinden diep begonnen in die hand, dacht ik van nou, ik flat wel en ik speel gewoon in positie die hand. Ja, en ik flopte de wereld natuurlijk. Ja. En hoe ga je dan op dat moment verder? De andere favoriet van de finale tafel, die heb je dan, favoriet, die heb je dan meteen al uitgeschakeld. Je hebt dan een massive chip lead en je beseft denk ik dan ook dat je dit toernooi eigenlijk wel moet gaan winnen. Want de druk op jezelf volgens mij ook alleen maar vergroot. Hoe ga je daarmee om? Ja, klopt. En voor mijn gevoel had ik na die pot ook van, ik heb alleen maar wat te verliezen hier. Ja. En als ik niet eerste word, ja, dan baal ik gigantisch. Tuurlijk, je kan als ik echt opeens een hele slechte run krijg, dan denk ik van ja, allee, het zij zo. Maar in principe als ik het normaal uitspel. Het gameplan was gewoon om niet zoals online, zeg maar. Want het niveau lag iets anders, zeg maar. Om compleet te gaan lopen stampen. En 3 en 4 met de preflop. Ik probeerde de pot in dat opzicht klein te houden en ja, posten op de jongens ja, de potten op te pakken. En dat lukte en als ik dan gedribbeld werd, ja, dan ging ik niet gekke dingen doen. En dan ging ik gewoon folden of af en toe callen, maar ik ging niet zieke 4-5 bad bluffs maken of zo. Dat was niet mijn plan, nee. Nee, dat was inderdaad wat me opviel. Dat je bleef heel rustig, je was tevreden met kleine potjes. Maar je bleef wel constant de druk op je spelers houden. En ik denk dat dat ook wel de basis was voor jouw resultaat. Op een gegeven moment kom je dan in de heads-up terecht tegen Vincent. Een speler die heel strak speelde, maar die behoorlijk wat tijd nodig had voor zijn beslissingen. Hoe ging je daarmee om? Ja, zoals ik je vertelde voor het interview inderdaad. In Portugal had ik ook iemand die dan het tegenovergestelde deed, waarin hij heel erg, zijn beslissingen waren echt heel erg snel. En ik ging daarin mee, weet je wel. En het is, wat dat betreft moest ik toen daarna ook denken van ja, het is net als bij darten. Dan het ene gaat mee in het tempo van het andere. En dat is nooit goed, je moet in je eigen tempo gaan. Dus, en die heads-up heb ik toen ook verloren, niet alleen daardoor, maar mede daardoor. En daar heb ik, ja, wat je zegt, je bent toch een ervaring rijker. En het hielp direct deze heads-up. Ik denk van, nou ja, ja, hij kijkt eerst 10 seconden naar mij voor die zijn kaarten bekijkt. Frustrerend. En soms denk ik van, ja, jezus, vent, wat ben je met me bezig? Maar ja, in principe, dat mag je niet van de wijze laten brengen op die manier. Hè? Van tevoren speelde je redelijk agressief. Wat ik al zei, je zette constant druk. Toen het op de heads-up aankwam, had je voor mijn gevoel je tactiek aangepast op de speler, klopt dat? Ja, klopt. Het was sowieso, daarvoor in die finale tafel zag ik ook wel, hij houdt wel van hero call en vooral tegen mij. En om echt mij te bluffcatchen, wat ook een paar keer gebeurde daarvoor. Ik bouwde het ook op een gegeven moment op met daarvoor door een dubbel barrel te doen met een hand waar ik weet dat ik heel vaak ga callen. Maar om een imago op te bouwen dat ik veel bluff en ik liet al mijn bluffs ook zien, ik wou ze niet mukken, want ja, kijk maar dat ik bluff.
En daardoor ging ik heads-up inderdaad veel meer dunne value bets maken. En op showdown value spelen. En ja, wat ik geleerd heb is dat je dan toch wel heel veel geduld moet hebben. En dat lukte. En ik liet hem in principe gewoon de helft van, al vrij snel een kwart van zijn stack wegbluffen. Ja, ik vond dat ook heel sterk overkomen van jou. Je bleef heel cool en rustig. En je leek gewoon in controle. En ik heb het gevoel dat op een gegeven moment ook wel hem een beetje de das omdeed. Want zijn laatste hand, waar hij uiteindelijk mee online ging, was op zijn zachtst gezegd toch enigszins bizar te noemen. Ja, dat was zoiets leer je niet bij cardrunners of zo. Nee, dat, als je dat ziet. Dus dat filmpje heb ik gemist waarschijnlijk. Nee, dat was wel. Hij was er gewoon klaar mee. En ik ken dat gevoel. En het is zo belangrijk om geduldig te blijven. Ook in live poker heb ik trouwens ook veel meer het probleem. Als je een pot verliest, dat voel je zeg maar. Ook al is het maar 10, 15 binnen. En online speel je gewoon direct weer verder. En dit zijn wel van die dingen. Ja, het klinkt misschien stom. Maar ook die dingen heb ik moeten leren. En dat is oké, ik verlies een potje. Prima, volgende pot. En ik merkte dat hij daar zichtbaar problemen mee had. Daarom op een gegeven moment 4-bet jam ik ook. En laat ik expres een 6 zien aan hem. Ja, om hem gewoon nog meer ongeduldiger en gefrustreerd te laten lijken. Nou, al met al denk ik dat je een verdiende winnaar bent. De gedoodverde winnaar, zou ik zelf zeggen. Maar des te moeilijker om het dan ook echt af te maken. Nog één slotvraag. Het viel me op dat je in het begin van de dag een behoorlijke groep mensen om je heen had. Die je ongetwijfeld kwamen aanmoedigen. De vraag is alleen, waar waren ze op het laatste? Ik denk dat ze de druk niet aankonden of zo. Ik weet niet wat het was. Nee. Maar ja, ze zijn gewoon vertrokken. En dat gaan ze nog zeker horen. Ik moet in Riga, ik heb een sidebet verloren, moet ik een konijnenpak aandoen. Maar ik denk dat zij voor dit grapje ook een konijnenpak verdienen. Ja, ja, lijkt me wel erg terecht. Nou goed, we sluiten af. Nog erg proficiat met je mooie overwinning. En we gaan vast en zeker nog vaker van je horen. Dankjewel. Top.